In dit filmpje wordt de leerstrategie terugkijken besproken. De inhoud is gebaseerd op effectiever leren met leerstrategieën van Pieter Nel Dijkstra. Terugkijken wordt met een moeilijk woord ook wel reflecteren of reflectie genoemd. Het is een erg belangrijke vaardigheid om vooruit te gaan in je studieproces. De leerstrategie wordt helaas maar weinig uitgevoerd. We hollen vaak maar door, van het een naar het ander, opgejaagd door de jaarplanning. En dat terwijl een hoop toekomstige fouten voorkomen zouden kunnen worden door goed te reflecteren op hoe je een taak of toets hebt uitgevoerd, wat er goed en fout ging en hoe het de volgende keer anders moet. Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen, maar menselijke leerlingen kunnen eindeloos dezelfde fout in blijven gaan. Dat ligt deels aan gebrekkige reflectie. De leerstrategie terugkijken wordt nog wat breder opgevat dan reflecteren alleen, zoals hieronder zal blijken. Waarom merk je dat je de leerstrategie beheerst? Als je je antwoorden, berekeningen en teksten controleert voor je ze inlevert. Als je na een proefwerk of een ander beoordelingsmoment een redelijk nauwkeurig beeld hebt van hoe je het hebt gedaan. Als je nadenkt na een beoordeling over je fouten en wat er beter had gekund. Als je na een taak kunt vertellen wat je de volgende keer weer zo gaat doen en wat je anders wil aanpakken. Wat kun je concreet doen om beter te worden in de leerstrategie terugkijken? Het is heel belangrijk dat je jezelf vragen leert stellen. Als docenten met je gaan zitten, dan zullen ze twee soorten vragen gebruiken. Vragen over het eindproduct. Hoe is het afgelopen of is het doel bereikt? En vragen over het proces. Dat is doorlopen op weg naar het eindproduct. Wat ging er precies goed of fout of wat moet voortaan anders en wat kan hetzelfde blijven? Dit zijn vragen die je soms alleen met je vakdocent kunt doornemen, want hij of zij kan daar het beste antwoord op geven. Je kunt sommige vragen ook met je mentor bespreken. De kans is groot dat je dan vooral procesvragen zult bespreken, want je mentor weet bijvoorbeeld niets van wiskunde af. Maar idealiter, zoals we hierboven al aangaven, word je zelf steeds sterker in reflecteren of terugkijken. Er kan namelijk niet altijd een docent of mentor naast je staan. Zo werkt het later ook niet. Zie het ondersteunen van die reflectie als een steiger die langzaam wordt weggehaald. Op een gegeven moment moet je het zelf doen. School is een pedagogische omgeving, dus misschien duurt het wel de hele opleiding voordat die steiger verdwijnt. Ook in het hoger onderwijs kun je gewoon gesprekken voeren over hoe het is gegaan. Maar het idee dat hieraan ten grondslag ligt is dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leerproces. En dat begint al nadrukkelijk vanaf de tweede fase in de bovenbouw. Nogmaals, reflectie wordt zelden uitgebreid onderwezen, terwijl het een belangrijke vaardigheid is. Vraagwoordvragen zijn bij uitstek geschikt om te reflecteren, zoals: wie kan ik voortaan om hulp vragen? Waar had ik deze taak het best kunnen doen? Waarom was deze opdracht zo moeilijk voor mij? Wanneer had ik deze taak beter kunnen doen? Hoe kan het dat deze taak nu veel langzamer ging dan de vorige keer? Wat vond ik nou precies zo lastig aan deze opdracht? In het beoordelen van die procesvragen is het handig om schaalvragen te gebruiken. Op een schaal van 1 tot en met 10 probeer je jezelf te beoordelen hoe goed het bijvoorbeeld ging tijdens de voorbereiding op een toets. Vraag jezelf af waarom je jezelf geen 10 geeft en wat er dan zou moeten verbeteren. Het gaat niet om het eindproduct, want dat heeft de docent vaak al beoordeeld met precies dezelfde schaal. Samenvattend, we hebben het over de leerstrategie terugkijken gehad en het belang, de voordelen, kenmerken en een paar werkvormen in de les op een rijtje gezet. Sommige mensen staan altijd met hun rug naar het verleden, maar het is goed om regelmatig eens over je schouder terug te kijken naar wat er zich heeft afgespeeld,